Toen sloot God de deur achter hen. De vloed overstroomde de aarde 40 dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. Het water op aarde nam steeds maar toe. Hoger en hoger steeg het. En de ark dreef op het water. Het water bleef voortdurend toenemen. Zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. Tot 15 el daarboven reikte het water. De bergen stonden helemaal onder. Alles wat op aarde leefde, kwam om. Alles wat er rondwemelde, vogels, vee, wilde dieren en ook alle mensen. Alles wat op het land leefde en ademde, vond de dood. Alles wat op aarde bestond, werd weggevaagd. De mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 150 dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt. Thank you.
dacht God weer aan Noach en aan wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde. Na 150 dagen begon het te zakken. Op de 17e dag van de 7e maand liep de ark vast op het Ararat-gebergte. Het water zakte voortdurend verder en op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog 7 dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug, met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij 7 dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. In het 601e jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond. De aarde was droog gevallen. Op de 27e dag van de tweede maand was de aarde droog.